Nou, de zoekdag is nou echt begonnen. Iedereen is van start gegaan. Ik heb het startschijn gemist. Dan maakt dat niet zo heel veel uit. Ik zie al mensen helemaal verderop lopen. Geweldig, hè? Hoe iedereen altijd meteen het veld op knalt en rent alsof de leven ervan afhangt. Geweldig. Oh, er gaan ook alweer mensen terug. Ligt er niks, mevrouw? Ligt daar niks? Nee. De eerste token is binnen. De eerste token 00. Oh, 1013. 103. Dat wordt hem. Ik ga een metaaldetector winnen. Ik voel het. Ja, ik denk het ook. Ik voel het. Ga je hem dan weggeven of ga je hem dan houden? Misschien dat ik er wel een prijsvraag van ga maken. Ja, kijk hier. Bedankt, hè? Ja. Kijk wat het is. Nou, dan gaan we dat even vertellen wat het is. Een knoop zie ik. Dit is een musketbal. Een musketkogel. Dus dit is een kogeltje. En die werd afgevuurd door een musketpistool. Dus deze bal werd voor in de loop gedaan. En dan werd er achter in de loop een beetje kruid gedaan. En dan met een vuursteentje ging de hamer naar beneden en dan werd dit afgeschoten. Dus dit is een voorganger. Wat is dat? Dat is vanaf 1700. Ja, die is oud. Hai. Dus die kan heel oud zijn, maar ze werden wel tot eind 1800 gebruikt. Zo. Wat is dat? En dit is een knoop. Knoop in je zakdoek. Een knoop en daar zit het wapen in. Hier zit staat een wapen. Zullen we ook wat het is? Ik denk Nederlandse leeuw, maar weet ik niet zeker. Ja, volgens mij is het Nederlandse leeuw inderdaad. Ja, dat is van het leger. Ja, dat is ook een oude. Is die? Die is 1900 een beetje. Meer dan 100 jaar oud. Meer dan 100 jaar oud. Hè? Wat is dit dan? Bijna net dat is ook een pistolet. Nee, dit is geen pistolet. Nee, dit is wel zo klein toch? Ja, maar dit is een belletje. Hij doet het alleen niet. Dit is een belletje en die zat aan een rammelaar. En het andere wat je had, dat dingetje? Die is ook hartstikke leuk hoor, die zijn nog moeilijker te vinden. Ja, een stukje ijzer. Is het ijzer of is het... Ik heb geen idee wat het is. Leuk, een stukje geleideband. Ja, een stukje geleideband van een... Ja, een stukje geleideband. Ja, dus je hebt drie keer iets gevonden van het leger. Zo. Nou. Hè? Er staat wel een stukje tekst op. Je hebt twee keer iets gevonden van het leger. Wat zeg je? Ja, er staat een tekst op. Oh, ik zie al wat het is. Kijk, dit is de bovenkant van het wapen. Dat noem je een wapen, maar dat is eigenlijk gewoon een vormpje. En kijk, dit is de bovenkant. En de onderkant liep een beetje zo in een soort driehoekje. En dan zie je hier de initialen. En daar staat op J-E-J-P. Nee, T-P. T-P? T-P. Oké. Dus die is van Terry Pautet. Nee, ik weet het niet, maar dit werd heel vaak gebruikt, ook in de vorige eeuw, dus eigenlijk twee eeuwen geleden. Is het goud waard, dit allemaal? Nou, dat niet, maar deze dag is wel goud waard. Zeker. Weet je wat het nadeel is van deze zoekdagen? Dat mensen allemaal naar me toe komen. Ik heb zilver! En dan heeft hij de prachtige... Zilveren munt, ja, we weten niet exact wat het is, maar we gokken een beetje. Ja, hier ook. Ja, het is echt een beetje moeilijk nog. Hier lijkt een soort pijlenbundel te staan, maar durf ik niet te zeggen. Maar hier zie je wel echt als je hem zo houdt, even kijken. Zo. Dan zie je hier een schild. Hier zie je die kasteeltjes, hier de streepjes. En dan staat hier of een leeuw of een groot kasteel. Cor is blij. Cor is blij. Cor is helemaal blij. En ik ben blij voor Cor. Dit is schoner wordt. Hey, zijn er nieuwe petten uit? Ja. Mooie petten, cool. Hè? Ik dacht, de coin hunter moet blijven bestaan. Ik koop voor 50 euro loten, maar eigenlijk win ik nooit wat. Nee. Of iemand anders koopt een loten voor mij, dan heb ik geluk. Ja. Dus we beginnen met z'n drie die loodjes open te maken. En het vierde loodje wat ik zelf open maak. 21. Dus ik heb gewonnen. De hele het hele starterspakket met pinpointer. Ja. En de volgende tas en de hoofd. Ja. Top. Dus ik heb alweer staan jullie hier. Nou, dan heb ik het wel. Wat is dat automatisch perfect? Hij is gevonden.
heb hem gevonden. Ja, man. Is dat de hele schat? Volgens mij wel. Kijk maar, kijk. Nog niet, hè? Hé, hey, weet je wat het voordeel is? He? Je weet al hoeveel het er moeten worden. 100. Kijk hem. Goed bezig, man. Ik loop er gewoon naast. Ja, man. Eén resultaal, er kwam even je zei net al, je zei net al, ik had er wel direct aan. Ik had er één en hij bleef piepen. Ik zou bijna doorgaan, hé. Hey, dit is wel mijn pet, hè? Oh, sorry, ik heb mij wel nieuw, hoor. Helemaal gaaf, man. Zo. Hé, het voordeel van deze pet, het is een zomerpet. Zeven, hè? Oké, zeven. Zo. Jezus Christus, hé. Dan houden we dat nog even stil. Ja. Want anders gaat de rest, die zijn daar niet meer enthousiast genoeg om door te gaan. Dus we houden dat nog heel even stil. Ja. Kijk eens even. 100 zijn het er, hè? Ja. Kijk, dan wat een dikke munten. Wat heb je hier? Wilhelmina's. Munten schijtje te pakken. Kijk eens. Gulders. De dag begon slecht, jongens. Ja? Ja? Ja. Die van mij ook, want ik liep naast jou. Zitten er ook nog ouderen tussen? Ja, alleen maar Rizdaal dus. Nee, ik ook, ja. Ook Willems, denk ik wel. Een half gulden zo. Bijna allemaal Wilhelmina. Duppies. Wilhelmina met kort of als meisje. Kijk, wat piep ik er even bij. Ja, dit zijn er nog geen 100 hoor. Nee. Nou zitten we. Heb ik 3 keer geteld, hè? Kwam ik tot 99. 99. En wat zegt hij na 3 keer tellen? Oh, ik heb die ene knaak die ik als eerste vond nog in mijn zak. Ja. 100 zijn het er. 100, dat maakt 100. Voilà. Gefeliciteerd, man. Dankjewel. Super gaaf. 100 zilvermunten. Dankjewel. 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 100 zilveren munten. 100. Gefeliciteerd, man. Hoe voelt het? Lekker. Voelt lekker, hè? Tuurlijk. Zullen we het nou gaan zeggen? Natuurlijk. Hij is gevonden! Nou, echt, iedereen is top blij voor je. Nee, toppertje. Nice. Ja, die horen in je pet, hè? Ja, horen in je pet. Horen in mijn pet. Deze pet is al lekker gedraaid. Oh, wow. Gevallen op nummer 162, 162, 162. Kijk in de lucht. Yes! Yeah.